Twee vrienden nu met een wielerverleden, dames en heren. Ze maken intussen mooi weer op VT4. Ze hebben daar een programma, de Pedaalridders, waar ze wielertoeristen helpen om beter te kunnen fietsen. Wielerhelden, absoluut. Johan Museeuw en Ludo Dirkses. Ludo en Johan, goedenavond. Goedenavond. Johan, wat dacht je toen je die wielrenners voor het eerst zag, die pedaalridders? De allereerste keer? Ja? Ja, toen dacht ik... Toen stapte ik een café binnen en toen dacht ik onmiddellijk van... Oh. Dus ik wist heel goed hoe zwaar het ging zijn. Toen dacht ik, nee, dat lukt nooit. En nooit getwijfeld om ermee te stoppen, Ludo? Die eerste avond, dat was toch wel even op de tanden bijten. Zij liever dan ik, dacht ik. Kijk. Ik ben benieuwd wat kerels dat ik binnen de ploeg krijg. Iedereen zei Ludo. Ah, dat is Ludo, Ludo. En ik... Oké, Ludo. Ja. Ik zat daar maar gelijk... Vanaf nu ben ik eigenlijk jullie coach, begeleider en motivator. En ik zou raam dat dat puntje nu eventjes neerzet. Dan gaan we nog een beetje werk aan hebben. Hoe begin je hier nu aan, Johan? Wel, ik begin er aan in die café daar, hè, om onmiddellijk de alcohol en de sigaretten een klein beetje te laten. Uh-huh. Wat eigenlijk wel vrij makkelijk ging, want uiteindelijk moet ik wel zijn. De opdracht die ik in petto had, is eigenlijk wel... Heel makkelijk gegaan. Die mensen zijn heel super gemotiveerd geraakt na toch inspanning van ja, ons beiden. De opdracht was de koninginnenrit van de Ronde van Frankrijk op d'Alpe d'Huez. Echt wel extreem. L'étape de Tour, dus Telegraaf, Galibier, Alpe d'Huez. De kortste rit in de Tour, 120 kilometer. Maar de zwaarste. Maar de zwaarste. De zwaarste, ja. Ludo, jij had bijvoorbeeld Kevin. Hoeveel werk was daar aan? Dat was heel veel werk aan. Hè. Kevin, ja, dat was toch een zwaar gewicht. Hoeveel woog die? 126 kilo, dacht ik. Damn, dat is veel. Ik dacht in het begin, ja, hoe krijg je Kevin daar over de eerste col? En dan komt er nog een tweede die nog veel zwaarder is. En waar dat je nog een beetje in ademnood komt, boven de 2500 meter, 2700 meter. Ja. En dan moet je, last but not least, nog die verdomme Alpe d'Huez beklimmen. Dus dan dacht ik, ja, dat gaat hij nooit halen. Wat we vooral wilden tonen aan de mensen die dan kijken, dat iedereen kan beginnen fietsen, wat niveau je ook hebt. Mm-hmm. Is dat dan slecht of is dat dan 150 kilo dat je weegt? Met wat training en aanpassing en motivatie kan iedereen de Mont Ventoux of Alpe d'Huez opfietsen. Ja. En dat jullie, is ook zo. Jullie vonden het plezant, maar vonden die pedaalridders dat ook? We zijn het nog even gaan vragen. Colido is echt... Supercoach, hè. Het is acht als het moet. Het is veel goede tips. Het is max aan de mens. Johan is een beetje verslaafd gemaakt aan de fiets. En van alle elfen kan ik met zekerheid zeggen dat hij dus leren fietsen heeft. En gewoon het feit dat hij lacht en hoe dat hij alles eigenlijk relativeert, dat motiveert enorm. Ja, als Ludo lacht, dan dat is fantastisch om te zien. Dat is van het ene oor naar het andere oor. En dat is gelijk dat hij drie monden heeft. Hè. Veel kennen hem als renner. Wij hebben hem als mens leren kennen. En het is nog een stuk beter. Hij was een heel goed renner, maar ik denk als mens is hij nog mooier. Dat werd meer en meer een vriend. En het grootste bewijs is dat we op Alpe d'Huez een enorm feest gebouwd hebben met hem. Waar dat er foto's van zijn die het daglicht niet mogen zien. Dat was tot 5 uur 's ochtends dat geduurd heeft op de berg. En als je moet weten dat we om 7 uur uit ons hotel moesten... Dan kunnen u er iets bij voorstellen. Hè? We waren aan het fietsen en het was echt iemand die ineens een enorme scheet liet. En ik zei, werd jij dat? Werd jij dat? En die en dan van Ludo zo te lachen. Dus het was gewoon Ludo. En iedereen kreeg de slappe lach dan. En de koers in Roeselaar heeft hij, meen ik, goed gemasseerd. En moeten we zeggen, het was wel intiem, heel intiem, maar hij was vrij zeer wok. Hoe intiem masseer je mannen, Johan Museeuw? Masochist, hè? Hoor ik niet. Ik heb inderdaad een keer laten aanvoelen wat een sportmassage is. En inderdaad, als renner, dan moet je effectief voelen dat die masseur of masseuse... dat is dan een andere soort van massage. Huh? Dat je toch diep in die spieren gaat. Maar in onze tijd waren dat toch altijd masseurs. Ik heb toch geen masseuse gehad aan mijn benen. Jij wel? Want je zegt juist masseur en masseuse, dus... Dat was de vrouw niet van Peter, hè. Hoe
Hoe zat dat? Nee, laat maar zo. Zeg, maar trouwens, dat feestje op de Alpe d'Huez, wat was dat? Ja, ik denk, de finale was afgesloten, alles was behaald. En ik denk 4 maanden intens samenwerken, of 4,5 maanden. Ja? En dan gelijk ook met de crew, met iedereen die er al mee heeft gewerkt. Ja, dan werden de remmen eens losgelaten. En dat was plezant van onderlinge samen te zijn en eens een feestje te bouwen. Het was iemand van jouw ploeg, dus vraag ik toch even, man met 3 monden, hebben jullie dan gewonnen? We hebben zwijgplicht, hè. Dus iedereen moet blijven kijken en het gaat heel spannend worden. In feite is het een thriller. Alright. De Stephen King van de Vlaamse koers, dames en heren, Ludo Dirkses. Nu, er is veel veranderd in de wielersport. Bijvoorbeeld, we gaan even kijken, een wielrenner van tegenwoordig, iemand van de ploeg Leopard Trek, die ziet er tegenwoordig zo uit. Dit soort kleren heeft hij aan. Heel mooi gestroomlijnd. We hebben ze even vergeleken met de kleren van Johan Museeuw een paar jaar geleden. Heel veel kleuren in je kleren. Ook de auto's bijvoorbeeld. De auto van Tom Bonen, die ziet er zo uit. We hebben ook de auto teruggevonden van Johan Museeuw van heel lang geleden. Die zag er dan zo uit. We hadden ook de vriendin van Cavendish, die ziet er zo uit. Maar misschien moeten we hier stoppen gewoon. Ja, dat denk ik dat het beste zijn. Tegenwoordig is iedereen wielrenner. Fiets jij wel eens, Bart? Ik fiets maar met een gewone fiets. Maar ik heb wel veel respect voor wielrenners, maar ik heb nog nooit met een koersfiets gereden. Deed je anders iets van sport? Lopen. Is dat ook sport? Ja, dat is zeker sport. Absoluut, ja. Want ik vind iemand die fietst en loopt, iemand die aan zijn conditie werkt, is sowieso goed bezig. Dat wil zeggen, Bart, jij bent de 50 ook al gepasseerd. En, hou het stil, Bart. Ik zie dat je conditioneel ook nog heel goed bent. En, ook als topsporter is dat zo. Dus je kan je laten gaan naar je carrière. Je ik zou de Ludo graag hebben als coach. Ja, dat is goed. Heel motiverend. Ja, geweldig. Heerlijke goeroe. Maar je kan je laten gaan. Maar op een gegeven moment ben je ook fier op je eigen lichaam, toch een klein beetje. En wil je ook aan sport blijven doen. En ook als topsporter geweest te zijn, heb je dat nodig. En nu, ja, ik heb altijd tijdens mijn carrière gehad van dat beetje afzien. En ik denk dat dat bij Johan ook was. Die endorfines, hè? Ja. Sport jij, Leslie Ann? Iedere dag. Echt? Wat doe je dan? Powerplate. Maar... Oh, dat is zo trillen. Dat is niet sporten, hè? Dat is niet sporten. Ja, maar, echt waar. Ik daag je uit om bij mij thuis in de living powerplate. Te komen. Powerplate. Ja. Wat is dat slecht aan, Johan? Maar vind ik vooral voor mensen die niet graag sporten en een beetje lui zijn, die staan dan op de powerplate. Ja, sorry hoor, maar oké, ik ben rechtuit. Ja, ja. En dan sta je daar een half uur op, in bepaalde hoeken zo. Huh? Ja. Hoe precies? Welke hoek was dat, ja? Maar je transpireert niet bij powerplate. Nee, het is vooral powertraining, het is geen cardio. Hè. Dus je kweekt er inderdaad geen conditie mee, maar wel spiermassa. Ik merk vooral dat... van boven dan. Maar we hebben vroeger ook aan krachttraining gedaan, hè, op de rollen. Hè. Daar hebben we toch heel veel meer afgezien, denk ik. En misschien moeten jullie inderdaad samen eens afspreken om samen te powerplaten en dan eens te wielrennen. Kan natuurlijk ook altijd. In het programma zijn jullie ook te zien als managers, zeg maar, van een fietswinkel. Wie heeft nu de beste fiets van jullie twee? Mozes is de beste fiets. Dus iedereen spreekt voor zich en dat is logisch. We gaan even kijken naar de fiets van Johan, persoonlijke fiets van Johan. Hoe duur is die bijvoorbeeld? Goh, wij hebben een fiets vanaf 1000 euro tot 7000 euro. Maar, 7000? Ja. Wij bouwen vooral een fiets voor comfort te creëren. Mm-hmm. En om te zeggen wie heeft de beste fiets. Oké, vorige paar weken terug zaten we ook op een ander programma, de laatste show. En toen was onze weervrouw Gilles Peters daar. En toen vroeg Gilles, ja, ik zou graag een fiets willen kopen. Ik ga het heel snel vertellen. Mm-hmm. En Ludo zei, ja, onze website. En ze was direct. Ik heb vandaag een fiets geleverd aan Gilles Peters. Maar hij heeft wel gezegd, wacht. Ja. Hij heeft wel gezegd, Gilles, jij krijgt hem gratis van mij. En dat heb ik niet gezegd, dus... Bij mij moest ze betalen, bij Juan kreeg ze hem gratis. Dus. Ja. Waarschijnlijk heeft dat de doorslag gegeven. Hoe duur is jouw fiets? We hebben er ook een foto van. Jouw persoonlijke fiets? Die was duur. Ik zal u zeggen, dat is een fiets die ik kreeg door 7 tranen van in mijn ogen, maar die is mij ontnomen, gestolen. Meen je dat nu? Ja. Dat is een fietsje dat was uitgerust met de laatste nieuwe groep. Dat is een elektronische groep, een Dura SDI2, laatste snoefjes er allemaal op. Dat is een fiets van bijna 7000 euro. En ze hebben die gestolen? Ik was tijdens de Van Toerist van Enthousiast aanwezig op de Van Toe. En ze hebben ingebroken in onze camionetten. En daar stonden 4 fietsen in. Ze hebben de 3 duurste eruit gehaald. En die van de jou goedkoopste hebben laten zitten. Dus, even een klein opsporingsbericht, dames en heren. Ja. Als u hem ziet, het fietsje, breng hem terug naar zijn baasje. Hij zal zo gelukkig zeer zijn. Blij zijn. Absoluut. Zeg, dames en heren, experten.
Zijn het goede reclamemakers? Absoluut. En trouwens, Johan gaat zelfs internationaal om reclame te maken. Let vooral op de gevleugelde woorden. That's what you need in cyclocross. When it's bumping in the cyclocross and you have no vibration, that means you're flying over the cobbles. Over the bubbles? De cobblestones. En Sportweekend vroeg afgelopen zondag ook jouw mening over het verdwijnen van de muur. En ook dat was voor jou een mooi kansje om nog een beetje reclame te maken over de fiets. Het is niet dat ik er wil over stoeven, maar met een museumfiets rij je dus in één web de muur op. Dat gaat voor niets. Van hier naar daar. Zo'n fiets is gewoon gesneden brood. Koek bedoel ik voor elke wielertoerist. Kijk, je kunt er zelfs heel gemakkelijk mee een kapel binnenrijden. En? Hij bedekte zelfs zijn collega's bij. Ja, sowieso wil ik ongelooflijk graag met de fiets van Johan Museeuw rijden. Maar dat mag dus niet van de Patrick. Ja, kijk, dan is het niet moeilijk dat ik met mijn chocodijzen op een tarmac beland. Ik verkoop dus zelf ook fietsen, maar had ik vroeger met een museumfiets gereden, dan waren de scheuren in mijn kont minder dan die van mijn mond. Ja, kijk, ik vind die witte kleur van die fietsen wel mooi, maar ja, echt origineel is dat natuurlijk niet. Dat is gewoon afgekeken van mijn haarkleur, hè, Johan. And to make it clear to all the people all over the world, museum bikes are the world's most advanced composite bicycles. You really fly the wall of Gerardsbergen up in no time, eh? Dames en heren, Johan Museeuw en Ludo Dirksens.